Wat is hij mooi, hè? Mijn eik. Dit is mijn eikenvriend. Vandaag de opdracht om jouw bomenvriend te vinden. En om contact te maken met een boom die jou aanspreekt en waar jij een goed gevoel bij hebt. Een boom is als een baken in je dagelijks bestaan eigenlijk. En als je vriendschap hebt gesloten met een boom, dan kun je altijd bij die boom terecht. Je kunt altijd op momenten dat je het moeilijk hebt of dat je ontspanning zoekt, kan je naar de boom toe gaan en verbinding maken. En voelen wat de boom je te vertellen heeft die dag. Of dat hij je gewoon lekker laat rusten die dag. Want een bomenenergie is zo'n fijne energie. Alleen het is wel belangrijk dat je daar tijd en energie in steekt. Net als elke goede relatie tijd en energie nodig hebt, heeft een relatie met een boom dat ook nodig. Nee, mijn eik is dus al een jaar of 5, 6 zijn we echt dikke maatjes. En ik heb op een gegeven moment gevraagd aan de boom, zeg maar, of we vrienden kunnen worden. En dat voelde, zeg maar, dat hij toestemde. Nou, hoe kan jij jouw boom vinden op je eigen plek of in je eigen omgeving? Dus op het moment dat je een boom zeg maar ziet waarvan je denkt, nou, of misschien heb je al een boom in gedachten, dat je nu meteen weet, oh ja, dat is de boom, daar ga ik vrienden mee sluiten. Ga naar die boom toe. En anders zoek je een boom als je aan het wandelen bent en je ziet een boom dat je denkt van ja, dat is hem. Dan ga je eerst vragen of het goed is dat je contact maakt, zeg maar. En dan voel je of dat oké is. En als het toegankelijk voelt, soms is het met een eik iets minder toegankelijk, maar de vriendschap kan wel heel hecht worden daarna. Als je voelt dat het toegankelijk genoeg is, dan ga je verbinding maken. En dan kan het zo zijn dat je dus verbinding maakt via je voorhoofd. En dan kan het zijn dat je dus beelden doorkrijgt. Dus dat je voorhoofd tegen de boom aanzet. En dan vraag je de boom of hij je dus, ja, of je hem eigenlijk dus vaker mag bezoeken. En het voelt vanzelf, voel je wel of dat oké is, ja of nee. Als je er gewoon lekker ontspannen bij voelt en het voelt goed, dan is het oké. En als je denkt, nou, ik voel het niet fijn of de omgeving voelt niet prettig, want het is te druk, ga dat dan niet doen. Dwing het niet af. Het moet gewoon natuurlijk komen. Maar het kan ook zo zijn dat je het idee hebt van, ik moet contact maken, zeg maar, via mijn hersenstam of mijn ruggengraat met die boom. Dus dan draai je om en dan voel je dus met de achterkant van je lichaam waar herinneringen zitten. Hè? Herinneringen en je verleden, zeg maar, dat zit zo hier ook bij je hersenstam. Dat de plek is waar je verbinding maakt met jouw boom. Het kan dus heel verschillend zijn. Voor iedereen kan het anders zijn. En misschien is het wel de bedoeling dat je in jouw boom gaat klimmen. Of misschien is het wel de bedoeling dat je je schoenen uittrekt en dat je lekker met je blote voeten, zeg maar, tegen de boom gaat aanstaan. Of wat dan ook. Het werk gewoon vanuit je intuïtie. Probeer vanuit dat wat ik al aangaf, vanuit die kern te voelen wat het beste is om te doen. Er is geen goed, er is geen slecht. Je kan het niet verkeerd doen. Als je vanuit je gevoel en vanuit je intuïtie en vanuit het respect naar elkaar toe. Dus een boom is een wezen, heeft ook zijn eigen energie. Als je daar respect voor hebt en je doet het vanuit je volle overtuiging dat het vanuit liefde is en vanuit, hoe noem ik dat? Onzelfzuchtigheid eigenlijk. Dan is het altijd goed. Ik hoop dat je dat snapt. Dus wees daar niet onzeker in, alsjeblieft. Want iedereen heeft die kern in zich om die contacten te maken. Dan is het altijd goed. Dus ga vandaag jouw bomenvriend ontmoeten. En vraag ook of je je vriend wil worden. Dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. En het inzicht wat je daarbij krijgt, ja, dat weet alleen de boom en jij. Ik ga nog even met de boom knuffelen. Tot de volgende keer.